Strakke lijn, maatje 32 of liefst 30, anorexia. Deze dame dacht, nou, ik steek mijn toppers gewoon, dus letterlijk en figuurlijk boven de rest. Ik word cheerleader. En durf niet te cheeren wanneer ik lied. En waarschijnlijk is ze de beste van het team. Pas op met vooroordelen. En durf te doen wat je moet doen. Dan gaan we over betrouwbaarheid. Wees trouw, maar vooral ook betrouwbaar. When you say something, do it. When you walk the walk, of when you talk the talk, walk the walk. Weet je, als je iemand hebt gezegd, morgen heb ik het denk van je af, dan kan ik jongen, met dat woon, jammer zijn, jongen, samen weer en hebben. De persoon kan het één keer geloven, dan niet meer. Weet je, en kijk, wat houdt een goed huwelijk in stand? Als je trouw en betrouwbaar naar elkaar bent. Ik ben nu al 26 jaar met mijn vrouw, samen. Waar we 20 jaar getrouwd zijn. Als ik dat niet had gehad in mijn huwelijk, denk je dat het zo lang met haar zou blijven? Als ik niet trouw was en zij niet trouw was en we niet betrouwbaar waren vooral? Wat die wil zeggen dat je niet af en toe mag jokken. Maar soms moet je een situatie kunnen gebruiken om te vermijden dat iets escaleert. Dan wil ik dat in lee, nee, je moet een waarheid gebruiken die op dat moment toevallig niet van toepassing is. Ik ga jullie een voorbeeld geven. Wij mannen hebben één ding wat we kunnen, wat vrouwen niet kunnen. We kunnen aan niets denken. Echt waar, ga op YouTube, een keer dan zoek je op The Nothing Box. Zo vind ik op YouTube waar een psycholoog dit uitlegt. The Nothing Box. Wij mannen hebben de kunst om aan niets te kunnen denken. Daarom kunnen we gewoon voor die tv zitten met die afstandsbediening. En aan niets denken. Vrouwen kunnen dat niet. Vrouwen denken constant. Vrouwen zijn constant bezig met verbanden te leggen. Dat is weer... Ze denken dat ze geweldig is. Ze denken constant. Als een man hier binnenkomt vandaag, komt iemand binnen die man zegt, hey jongens, samen een big screen ook al een koebalja. Als een vrouw binnenkomt, zegt ze, waar hebben ze die stoelen zo gezet? Waar hebben ze een blauwe stoelen genomen in plaats van? Wat zijn die tafels die ervoor zijn? Waar hebben ze die tafels zo? En die gordijnen vliegen, die vliegen slag maar lekker. Die eerlijk is die echt niet goed. Vrouwen leggen verbanden. Wij mannen zijn, we kunnen echt gewoon op empty gaan. Het is iets wat gewoon biologisch bepaald is. Het is niet zo trots op te zijn of op je voor te schamen. Nagado G. En ik heb het thuis ook. Soms zit ik thuis gewoon. De tv te kijken, doe niets. Ik denk aan niets, echt niets. En dan komt een vrouw binnen. Waar aan denk je? Niets. Het kan niet, je moet aan iets denken. En dan komt een waarheid die op dat moment niet van toepassing is, maar geen leugen is. Dan zeg ik, schat, ik zat net te denken hoe gelukkig ik ben dat ik met jou getrouwd ben. Ah, wat wil je eten? Ik heb niet gelogen, want ik weet dat ik gelukkig ben dat ik met haar getrouwd ben. Op dat moment dacht ik er niet aan, maar ik heb een waarheid gebruikt die op dat moment niet van toepassing was, maar wel ervoor gezorgd dat de situatie niet geëscaleerd is. Waarom ik jullie dit zeg is het volgende. We zijn soms geneigd om onze trots voor ons verstand te laten gaan. Dat we wij Surinamers soms echt met een paplepel ingegoten gekregen. Ik dacht, bro, dat kan. Zo zijn we. Toch? Maar ik heb één van mijn grootmoeder geleerd. Mijn grandma dacht, doe vast, ik had tackle one probleem. Ik kan gewoon zien, ik was wassie. Of ik kan gewoon zien, ik moet los. Ik kan gewoon zien, ik was wassie. Wanneer je iets een probleem hebt, en je komt binnen als was wat je wat doen ze? Ze gaan je koden zoeken, ze gaan het branden en je moet verkassen. Wanneer je binnenkomt als Oedoloso, dan maak je langzaam maar zeker je wegen in die fundering van het huis. En tegen de tijd dat ze erachter komen dat je er bent, kunnen ze je niet uitroeien. Anders zak een hele fundering in elkaar. Toen ik naar Nederland ging om daar te werken, heb ik een hoop kan meegemaakt. Ik ga het even onparlementair zeggen, sorry minister. Ik heb dingen meegemaakt. Mijn eerste programma dat ik zou gaan maken, de Comedy Factory, had als werktitel, toen ik daar kwam,
Meneer Lee, de Cotton Club. De Cotton Club. Voor de mensen die niet weten, de Cotton Club was een club in New York waar zwarte mensen optraden voor witte mensen. En de witte mensen mochten door de vooringang naar binnen en de zwarte mensen moesten via de achteruitgang naar binnen. Of via de achteruitgang naar binnen. Dus toen iemand me dat zei van, we hebben een leuke titel, de Cotton Club. Kon ik twee dingen doen. Ik kon die man direct op zijn bek hebben geslagen. Wat mijn eerste ingeving was. Of ik kon aan mijn grootmoeder denken van, Rusbar, jouw manier van denken is niet mijn manier van denken. Ik vergeef het je nu. Maar ik zal ervoor zorgen dat ik in die basis van je terecht kom om jouw denkwijze te veranderen. En langzaam en zeker is dat me gelukt. Langzaam en zeker is dat me gelukt. Die man zijn denkwijze veranderen. En dat heb ik alleen maar kunnen doen door zijn vertrouwen te winnen. Maar er ook op te vertrouwen dat hij het met de beste bedoeling gedaan heeft. Dat hij met de beste bedoeling een oprechte fout gemaakt heeft om mijn programma of mee te vragen voor de Cotton Club. Deze neger tap voor niemand. Voor niemand. Maar ik wil het wel leren. Als ik over 3 jaar jouw baan heb. Zo simpel is het. En geloof me, het is niet makkelijk geweest. Ik ben in Nederland gegaan met 500 gulden op zak. GSRD, Nederlandse gulden. En door te vertrouwen mezelf, door mensen te vertrouwen mijn omgeving en alles, heb ik nu dit bedrijf, die Rijn. Ik heb mijn eigen productiemaatschappij. En ik ben als Surinamer de producent van het groot dicté der Nederlandse taal. Die man is de eigen taal. Mina moet doen los hoor. Onthoud het goed. Was wasi, neem mijn broer je godo.